Waarschuwing, de volgende beelden kunnen door sommige kijkers als schokkend worden ervaren. Ouders worden geadviseerd hun kroost bij de televisie weg te houden. Goedenavond, dames en heren. Of goedendag, voor mensen die het op een ander tijdstip terugkijken. Wegens complicaties is de vorige aflevering van de Rico en Erik Show niet uitgezonden op RTV Dordrecht. En dit om de volgende redenen. Grof taalgebruik, drugsconsumptie, zelfmoordreferenties, satanische implicaties, godslastering, seksuele implicaties, bloedvergieten in de kerk wordt gebruikt voor een kettingzaag, referenties naar pedofilie en zoofilie, god, masturbatie en complottheorieën. Als dit juist als superleuke televisie voor jullie klinkt, dan kunnen jullie kijken op onze Facebook. En ook kunnen jullie op de hoogte blijven van alle nieuwe afleveringen van de Rico en Erik Show. Erik, kom eens lekker een vogelhuisje aan het bouwen. Totdat plotseling... Hé, hey, dan makker! Lekker aan het wielen! Auw! Sorry. Rico, wat de fuck heb je nou weer gedaan? Dit keer was ik... Waarom de fuck kunnen we niet meer schelden? Daar heb ik voor gezorgd. Ron Tim van Dordrecht? Wat heb je gedaan, Ron Tim van Dordrecht? Dat onorthodoxe gedrag van jullie. Ik heb besloten maatregelen te nemen. Rico en Erik Kroon ontmoet de Happy Box. Dit apparaat censureert al jullie onplezante acties. Waarom, Ron Tim van Dordrecht? Waarom doe je ons dit aan? Nou, gewoon punt 1. Jullie waren een waterstofbom aan het maken de laatste keer dat ik binnenkwam. De tweede keer hadden jullie prinses Amalia gekidnapt. En punt 3, volgens mij ben ik daar ook al vrij zeker van dat die sekspoppen die in de lift liggen ook van jullie zijn. Ja, kom op zeg. We drukken ons alleen maar uit op onze eigen vreemde manier. Nou, de ouderen die hier wonen, die vinden jullie manier maar helemaal niks. Dus dat ding, dat blijft hier voorlopig even hangen totdat jullie je lesje geleerd hebben. Wat is het plan, Rico? Nou, we kunnen twee dingen doen. Of we kunnen ons neerleggen bij de eisen van de baas. Verhuizen? In Hilversum schijn je leuk te kunnen wonen. Gast, dat ding is gemaakt in Hilversum. Wat dan? Ja. Misschien moeten we ons er gewoon maar mee neerleggen, man. Wat? Wat bedoel je? Ja, we kunnen er niet omheen. Als Rico en Erik Koon in Dordrecht willen blijven leven, dan moeten we ons gewoon aan de regeltjes gaan houden. Ben je fucking gek in je hoofd? Ja, wat moeten we anders doen? Vast.
Dames en heren, wij onderbreken deze uitzending van het Rico en Erik journaal. Met Rico en Erik. Fuck jou, Erico. Fuck jou. Goedenavond. Welkom bij het Rico en Erik journaal. Ik ben Rico. En ik ben Erik. Welkom bij het Rico en Erik journaal. Goedenavond. En ik ben Erik. In het vroege journaal wil de eigenaar van de witte Peugeot zich alstublieft melden bij de receptie. U staat dubbel geparkeerd op een gehandicapte plaats. Verder in het journaal. Ik heb een witte Peugeot gekocht. Verder in het journaal. Melk, eieren, kaas, koffiefilters, boter, half wit brood, chips, cola. Verder in het journaal. Wat vinden jullie van mijn nieuwe bril? Mail uw reactie naar de redactie @rtvdordrecht.nl en maak kans op een gesigneerd naakportret van Sinterklaas. Verder in het journaal. Is het Statenplein een illusie? Blijf kijken. Maar eerst, basisscholieren die fidget spinners eten. Toch niet zo'n slecht idee? Blijf kijken. Verder in het journaal. Cannabis blijkt zeer schadelijk te zijn voor de perceptie van relevantie van feiten. Hocus pocus Pilatus pas. Ik wou dat ik een kikker was. En dan nu het weerbericht. Licht bewolkt met kleine kans op teddybeer. We spreken deze uitzending voor het Rico en Erik kanaal. Met Rico en Erik. Dus heeft de Happy Box zijn werk al gedaan? Ah, meneer van Dordrecht. Wat een eer dat wij u mogen ontvangen in ons nederige stulpje. Ga toch lekker zitten. Kan ik u interesseren in een lekker kopje koffie? Ja, het is goed te zien dat jullie je aangepast hebben. Ja, wij moeten tenslotte wel met de tijd meegaan. Ja. De tijd gaat tenslotte niet met ons mee. Nou, meneer van Dordrecht, wij bedachten ons dat wij eigenlijk best wel meer actief willen worden in het wijkteam. Heeft u misschien nog een leuk klusje voor ons? Nou, nu je het ook zegt. Wij hebben nog een paar mensen nodig die rond het gebouw de vuilnis op willen halen en de troep weg willen halen. En het netjes in een container willen doen. Nou, dat lijkt ons wel heel erg leuk. Ja, lekker in de weer. In dit natte weer. Nou, ik krijg wel het vermoeden dat jullie me een beetje in de maling nemen. Oh, nee, meneer. We nemen u absoluut niet in de maling. Dat zouden de oude Rico en Erikroon doen, maar dat doen wij absoluut niet. En houden jullie dan ook op met dat constante gedrink en dat gebloem? Niks zal ons leuker lijken! Rico! De was nep! Ik kan het bewijzen! Jesse Klaver was verantwoordelijk! Als je daar gewoon niet dan zie je dat het gewoon is! Zit! Zit! Met die brand! Met die brand! Met die brand! Met die brand! Onze podcast is hier! We moeten weer stop nou! Stop nou! Ik steek me in de put! Holy shit! Het is ons gelukt, man! Yes! Yes! Rondem van Dordrecht. Waar komt al dat gepiep vandaan? Ben je die jongens nou weer aan het lastigvallen? Maar mevrouw Plasser, ik heb er juist voor gezorgd dat je geen last meer van die jongens hebt. Die jongens zijn het probleem niet, Rondem van Dordrecht. Maar... Dit is de laatste waarschuwing. Anders bel ik mijn zoon in de gemeenteraad. En dat is zo. O, Rico en Erik Kroon, komen jullie dinsdag eten? We eten een brak met een balletje. Brak met een balletje? Wat een lieve jongens. Dan kun jij nog een voorbeeld aan nemen, Rondem van Dordrecht. En dat vind ik nou ook. Was het fout van mij om die jongens te censureren? Was ik zo bang van wat de buurt van mij zou denken als ik jullie in gang liet gaan? Ach, moeten we creativiteit niet gewoon volledig vrij laten? Zodat de evolutie van entertainment naar nieuwe hoogtes gebracht kan worden? Misschien heb ik jullie twee nooit genoeg begrepen.
nog steeds? Die verdomde Rico en Erik Kroon! Aha, het is goed te zien dat jullie je aangepast hebben. Ja, de tijd gaat kut! Zeker niet! Dus heeft de... Ja, ogen is een beetje open. En dan draaien we weer open. We drukken ons alleen maar uit op onze eigen vreemde manier. Ja. Ik weet mijn tekst niet meer uit mijn hoofd. Ah, kut man. Het is over. Ja, het is voorbij. Ik weet mijn tekst niet meer uit mijn hoofd. Nu moeten we deze take opnieuw doen.